Tom Morse. Nou, die kent hij wel. Hi, ik ben Zina en in deze vlog ga ik samen met Thijs naar Hilversum. Oké, dat was echt de kortste intro ever, maar ik moet even doorlopen. Oké. Goedemorgen. Super spontaan, want het ontmoetingsmoment was al plaatsgevonden. Maar ik was vergeten. Ik heb wel afgenomen. Ik was vergeten om op record te drukken. Dus dit laatste gedeelte was een beetje in scène gezet. Maar oké. Maar misschien kun je even vertellen wat we gaan doen in Hilversum. We gaan een vlogworkshop geven. En we gaan naar de uitreiking van de Local Omroep Awards. Waar Open Rotterdam 6 keer voor is genomineerd. Wow! Yes! Say what? What? Dus op naar Hilversum! Nou, we zijn nu in Hilversum op het Mediapark aangekomen. En we zijn nu een beetje aan het voorbereiden, zeg maar, onze presentatieruimte. En het wordt allemaal nog een beetje opgebouwd en zo. En dan gaan we zo meteen aan de slag. Een mooie stad in Rotterdam. Om deze keer de allermooiste plekjes in de stad te laten zien. Nou, we hebben net onze eerste workshop gegeven. Ging wel oké. Ik moet eerst zeggen dat we dat de doelgroep iets jonger was dan we hadden verwacht. Dus we moesten even een beetje improviseren. Maar dat was de eerste, dus we hebben er zo nog 2. Soms wel, maar dan kun je ook weer wat mensen interviewen. Maar het is voor mij, ik doe gewoon en dan. Ik maak namelijk van tevoren wel iets van een plan, maar ik zorg er dat ik altijd flexibel genoeg blijf om ook gewoon als dingen zich aanbieden die niet volgens mijn plan waren, dat ik daar alsnog gewoon ook gebruik van maak. Het zit erop! 3 workshops gehad. Ja. En we zijn klaar voor vandaag. Leuk. Dat was leuk. Ja. Ik vond het leuk. En hij is toch wel, ja. We hebben eerst nog even wat stroep. Misschien moesten wij ook gewoon nog op gang komen. Ja, dat ook waarschijnlijk, ja. Maar uiteindelijk kwam het wel goed, ja. En zo te zijn op de Olen Award. Ja. Waar open met moe. Ja, ik ben even niks. Open Rotterdam, dat probeert ze te zeggen. Open Rotterdam is daar 6 keer voor genomineerd. Maar hoe dat allemaal af is gelopen, dat zien jullie zeker weten terug op de website van Open Rotterdam. Of op het kanaal van Open Rotterdam. Of op YouTube, Snapchat. Rooksignalen. Rooksignalen, ja. Maar goed, dit was ons deel. We hopen dat jullie deze vlog leuk vonden. Ja, nou, Thijs vond het niet leuk. Ja. En tot de volgende keer.